Apeldoornse Raad en het Rode Kruis in actie voor de voedselbank. 500ste aflevering van Schatgraven werd op Paleis het Loo opgenomen. Wereldmaaltijd met een duidelijke boodschap. Stichting Woonfonds Eigen Dak helpt daklozen met een lening. De gemeente past bestemmingsplan van attractiepark Julianatoren aan. 1600 bomen in Loenen geplant tijdens de Boomfeestdag. Apeldoorn heeft de grootste Turkse supermarkt van Nederland. Tim Koldehoff Producties en Orpheus organiseren samen het Giro Festival. Zelfs bomen worden Giro Roars in Apeldoorn. En wandelen voor water bracht dit jaar veel geld op. In 19 supermarkten in Apeldoorn werd afgelopen zaterdag de boodschappenactie voor de voedselbank gehouden. Dat is een jaarlijks terugkerende actie waar GroenLinks Apeldoorn enige jaren geleden mee startte. Wij doen dit omdat wij al jaren geleden hebben gezegd, zolang de voedselbank nodig is, willen wij ze helpen ondersteunen met acties. De eerste actie was denk ik in 2006. En de actie in deze vorm is voor de vierde keer, de boodschappenactie bij de supermarkt. En het is helaas nog nodig. 300 mensen halen wekelijks hun voedselpakket op. Niet in alle supermarkten binnen de gemeente Apeldoorn werd de boodschappenactie gehouden. En dat heeft een reden. Voor ons is dat logistiek wel even genoeg, want 19 supermarkten bemensen houdt in dat er 140 vrijwilligers vandaag ingeschakeld zijn, zoals hierachter. Dames die de klanten vragen, of heren, of ze een boodschap willen doen. En achter de kassa mensen die de gekochte goederen in ontvangst nemen. Het winkelende publiek kreeg bij de ingang een lijstje mee waarop de boodschappen stonden die werden ingezameld. We halen levensmiddelen op die langer houdbaar zijn. We hebben vorig jaar met de actie 17.000 producten opgehaald. Nou, dat was echt enorm. Ik heb het gezien toen het binnenkwam in het magazijn. En de voedselbank is er nu door. En in overleg met de voedselbank maken wij een boodschappenbriefje. En ik heb hier eentje. Dit zijn de producten van dit jaar. Dit jaar deden voor het eerst alle gemeenteraadspartijen mee. Maar ook het Rode Kruis hielp dit jaar voor het eerst een handje mee. Die hebben contact met de voedselbank gehad, die wilden wat doen. En het Rode Kruis Apeldoorn is door de voedselbank naar ons gestuurd. En die hebben zich aangesloten bij de actie en vrijwilligers weten te werven. En het is dit jaar voor het eerst dat alle politieke partijen meedoen van de gemeenteraad. En dat is ook heel erg leuk. Sommige vrijwilligers behoorden niet tot een politieke partij, maar ondersteunden de actie vanuit een andere visie. Je staat hier vandaag voedsel in te nemen voor de voedselbank. Hoe is dat? Nou, ik moet zeggen, ik doe het voor de eerste keer. Ik vind het leuk. En ik zie best wel dat mensen wat komen brengen. En zoals ik het zo tot nu toe zie, komt er best wat binnen. En hoe is het gekomen dat je hier staat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanuit mijn kerk zijn we bezig met Pasen en gaat het over de 40 dagen tijd. En dat is een tijd waarop je zeg maar een beetje bezinning hebt en bezig bent met wat meer voor de naaste zorgen. En vanuit dat punt heb ik bedacht van nou, ik wil heel graag iets extra's doen voor mensen die arm zijn in Nederland. En toen kwam ik dit tegen op NL Doet. En toen dacht ik, nou, hier ga ik me voor opgeven. De SGP Apeldoorn hielp zelf niet met de boodschappenactie, maar spande zich op een hele andere manier in. Wat we gedaan hebben is roombroodjes maken, 1000 stuks vanmorgen vroeg met geen gele room, maar oranje room. En die hebben we uitgedeeld aan vrijwilligers, maar ook aan bijvoorbeeld de bewoners van Casa Bonita, de mensen die bij Omnizorg onderdak vinden en nog wat van die instellingen. Aan het eind van die ochtend hebben we 19 supermarkten waar deze fantastische actie vandaag plaatsvindt voor de voedselbank. De vrijwilligers een hart onder de riem willen steken door hen ook te trakteren op die oranje roombroodjes. En waarom oranje? Ja, dat is onze partijkleur. Dat had ik moeten weten natuurlijk. Je kunt ook aan het Vorstenhuis denken, maar wij denken dan toch echt aan de SGP. Het sociale hart wat in deze actie zit, de voedselbank, de kwetsbaren in de samenleving, dat drijft ons om daar wat voor te doen. Nou, dat doe je in de raadzaal. Vandaag doen we dat met onze handen. En heel veel mensen die hier meewerken aan deze actie doen dat ook. Dat is een goede zaak. Wat ook mooi is dat die actie voor de voedselbank eigenlijk door alle politieke partijen wordt gedragen. Dus in die zin geen politiek speeltje is van één partij. Maar waarmee we met z'n allen laten zien,
voor de medemens die het echt wat minder heeft dan wij, steken we de handen graag uit de mouwen. De opgehaalde boodschappen werden vandaag bij de Voedselbank Apeldoorn afgegeven. Zondag heeft de politie twee verdachten in Apeldoorn aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij brievenbussen leeghaalden, de post opendeden en dan vervolgens weggooiden. De verdachten zijn aangehouden voor het schenden van het briefgeheim. Waar en hoeveel post er werd gestolen is niet bekendgemaakt. In de koninklijke stallen van Paleis Het Loo werd zondag door Omroep Gelderland de 500ste aflevering van het televisieprogramma Schatgraven opgenomen. De Gelderse versie van Kunst en Kiets werd al vroeg druk bezocht. Tussen de wachtende bezoekers werden een aantal interviews opgenomen. Dat gebeurde zowel binnen als buiten de stallen. In 1997 kwam het programma Schatgraven voor het eerst op de buis, toen nog gepresenteerd door Rob Zandvoort. Een paar jaar geleden nam Peter van den Hout de presentatie voor zijn rekening. De 500ste uitzending is niet elk programma gegeven. Was het geheim? Ja, het geheim is dat je hier volgens mij ook naar de 1000ste kan doorgaan. In Engeland is dit soort programma's ontstaan. Nou, dat is 30, 40 jaar geleden. Het loopt nog steeds. De zolders zijn nog lang niet leeg. Dat is tenminste mijn indruk. 500 programma's, 500 locaties of hebben jullie een aantal vaste locaties? Nee hoor, dat niet. Je moet je realiseren dat als wij op een locatie staan, zoals bijvoorbeeld hier, dan levert dat bijvoorbeeld twee programma's op, twee uitzendingen. Soms drie uitzendingen, hangt er vanaf hoeveel er wordt aangeboden. En soms is het ook wel eens dat komt er heel veel volk, maar er zit heel weinig in. En dan hebben we maar één uitzending. Dus het is een heel merkwaardig soort programma. We beginnen eraan zonder iets. We weten niks. En dat is heel ongebruikelijk voor televisieprogramma's hoor, dat je begint met niks. Menigeen is nieuwsgierig wat een vaas, een beeldje of een schilderij opbrengt. En soms valt dat toch een beetje tegen. Het is heel leuk om als aandenken te houden, maar het heeft geen echte waarde. Ja? Alsjeblieft. Prettige dag. We hebben jou nu even gevolgd in al die tassen kijken en de verrassingen die daaruit rollen. Ja, en er zijn echt dingen naar voren gekomen. We hebben ooit eens een keer, toen graaide ik ook erin en toen haalde ik een rolletje stof eruit. En ik zei, wat is dat? Ja, ik weet het ook niet precies. Rolde het uit en toen zag ik, en ik ben een leek hoor, voor alle duidelijkheid. Ik denk, hallo, wat is dat nou? Het zag er zo mooi uit, met goud, met jade. Bleek dus een ding te zijn van Fabergé. En Fabergé, dat is de bekendste Russische edelsmid. Het ding bleek ook later 20.000 euro te zijn. Maar dat haal je soms gewoon uit zo'n plastic zak tevoorschijn. Nou, is toch te gek. Voor de opnamedag worden er een aantal selecties gedaan. Ik heb jou nu in tassen zien kijken. Ze gaan nog bij de experts langs hier. Maar en dan? Nou, als de experts, mensen gaan per groep van 20 gaan ze naar binnen. En dan komen ze bij de experts. En die weten dat ze moeten opletten. In die zin dat als er iets heel bijzonders in zit, dan zetten ze dat apart. Zeggen ze tegen die mensen, wilt u zo meteen dat komen laten zien op de televisie? Dat is de ene. En dan kom ik ze tegen. En de andere, dat noemen we de minis. En dat is dan van een iets ander kaliber. Of als mensen per se niet op televisie willen, dan kan de taxateur, die kan dan gewoon tegenover de camera gaan zitten en gewoon het verhaal over dat voorwerp vertellen. Dat is een beetje de selectie. Maar het aardige is, en dat zag je net ook weer, de mensen zijn toch heel vaak toch echt geïnteresseerd in de achtergronden. Die waarde vinden ze ook wel belangrijk, maar de achtergrond, het verhaal. Wat heb ik nou al die tijd in huis gehad? Of bij opa van het zolder getrokken. Precies, dat soort dingen. En ik krijg echt de indruk dat toch over het algemeen de drijver is om hier naartoe te komen. Bij een aantal voorgaande tv-opnamen kwamen hele bijzondere stukken naar voren. Wat is voor jou nou de meest opzienbarende ontdekking geweest? Nou, ik weet wel dat ik een beetje schrok. Dat was in Echtold. Toen kwam iemand van de productie, Narel, die kwam naar me toe. En dan moet ik het even voordoen, hè. Die kwam zo naar me toe en die ging zo voor me staan. En die keek me strak aan en die zei, ik geloof dat we een Rembrandt hebben. Zo, dat zal je gezegd worden, met DT, hè? Dat bleek een ets te zijn van Rembrandt. En die was ook niet in de tijd van Rembrandt zelf gedrukt. Dus dat was later, maar ja, dan heb je het toch nog over een heel bijzonder ding. En onderschat ook niet natuurlijk, en dat was ook wel heel bijzonder, dat wij Mondriaan hebben gevonden. En dat was terecht, geloof ik, landelijk nieuws gelijk. Want ja, Mondriaan is toch wel een hele grote, hoor. De speciale 500ste aflevering van Schatgraven wordt vrijdag 1 april in twee delen bij Omroep Gelderland uitgezonden.
De enige cakeclub van Apeldoorn, Club & Trends, sloot afgelopen zaterdag definitief haar deuren voor haar bezoekers. De cakeclub was jarenlang toonaangevend tijdens de vele feesten in de Kapelstraat en was 5 keer uitgeroepen als beste cakeclub van Nederland. De sluiting van Club & Trends zou volgens de eigenaar te maken hebben met social media. Daar ontmoeten de mensen elkaar voortaan en niet meer in de horecagelegenheden. Afgelopen zaterdag was Club & Trends voor het laatst open. Vrijdag 25 maart gaat de horecazaak weer open, maar dan als feestcafé Het Sientje. Dat maakte de nieuwe eigenaar Gilbert Pieper bekend. In de achterzaal van de Regentessenkerk in Apeldoorn werd zondag een wereldmaaltijd aan 30 gasten geserveerd. Niet zomaar voor de gezelligheid, maar om aandacht te vragen voor de wereldvoedselproductie. Het idee daarachter is dat je kijkt wat de aarde allemaal kan voortbrengen aan groenten, aan granen, aan peulvruchten. Dat deel je door het aantal mensen op de wereld en dan hou je zoveel ons vruchten, zoveel ons graan en daar kook je mee. Dus het idee is dat wat wij hier eten, dat zou iedereen in principe kunnen eten vandaag en dan zou er geen honger zijn. Dus dat is de boodschap achter deze maaltijd. Er is genoeg voor iedereen als we het maar eerlijk verdelen. Ja, en is er dan ook letterlijk genoeg voor iedereen die hier vandaag komt te eten? Zijn die bordjes dan ook wel een beetje gevuld? Ja, zeker. Zeker. We hebben een soep vooraf, een linzensoep. En dan hebben we een maaltijd, een hoofdmaaltijd met bulgur en saus. En een rijstkoekjes, salade erbij. En als toetje hebben we nog yoghurt met fruit. Volgens de organisatie van de Wereldmaaltijd is vlees veelal de boosdoener binnen de wereldvoedselproblematiek. Maar ook de rijken der aarde zouden meer moeten doen om een betere voedselverdeling in de wereld te krijgen. Vlees kost heel veel grondstoffen. Je moet heel veel voer in een dier duwen om er vlees van te kunnen krijgen. En het is veel handiger om dat graan zelf te eten. Dan hoef je het niet via het dier te doen. Dus het zou voor iedereen beter zijn, voor de hele wereld ook vooral, als mensen minder vlees aten. En dan kun je bijvoorbeeld 2 keer in de week vlees eten. Dat zou iedereen ook nog net kunnen doen. En je hebt helemaal gelijk, als de rijken het eten zouden verdelen, dan zou niemand meer honger hoeven te hebben. Wat zijn de verwachtingen van vandaag? Verwachtingen van deze maaltijd? Nou, A, vind ik het ontzettend gezellig om met een groot gezelschap te eten. Je krijgt ook altijd een hele aparte maaltijd. Ik bedoel, het is niet zoiets wat je dagelijks eet. En ik vind ook dat je er dus eigenlijk met je neus op gedrukt wordt. Als we zo zouden eten dat iedereen voldoende heeft. Want dat is natuurlijk wel zo. Dat je dus, als je niet een beetje oplet, dat enorm veel voedsel gebruikt wordt. Waardoor een heleboel mensen niet te eten hebben. En dat is natuurlijk erg. Letten jullie ook dan extra thuis op wat u weggooit? Ik gooi praktisch niks weg. Ik ben een oorlogskind. Nee, dat kan ik niet. De wereldmaaltijd in de Regentessenkerk stond niet op zichzelf. Het is landelijk. Er is een stichting die heet Werelddelen. En die organiseert dit soort maaltijden. En eigenlijk vooral om lekker te eten, gezellig te eten met elkaar. En om te laten zien dat er dus genoeg is voor iedereen. En wij doen het hier vandaag met de 3 kerken. Met de Regentessenkerk, de Doopgezinde Gemeente en de Ecumenische Basisgemeente Apeldoorn. De gasten genoten zichtbaar van de wereldmaaltijd. Voldoet dit aan alle verwachtingen? Ja, ik had een bord vol. En ik had niet het idee dat ik dan alles van de anderen wegnam. Dus nee, het is een hele voedzame maaltijd. Nou, geniet ervan. Maandagmiddag werd er in het gemeentehuis een aftrapbijeenkomst gehouden voor de nieuwe stichting Woonfonds Eigen Dak. De stichting kreeg een bedrag van 17.000 euro overhandigd van de Rotary Club Apeldoorn Sprengen. Hoe is het ontstaan, dit project? Het project is ontstaan doordat enkele leden van Rotary Apeldoorn Sprengen kwamen in de club met de behoefte van de stichting Present. Ze hadden gehoord dat er behoefte was aan iets voor daklozen. En eigenlijk is vanaf toen een soort zaadje geplant, zeg het. En werd er gekeken van, kunnen wij daar iets mee? Kunnen we als club iets betekenen voor deze behoefte in de samenleving? En toen ging het balletje rollen. En waar komt dat geld vandaan? Nou, we hebben toen met diverse gremia hier in de omgeving gesproken. En toen is er ook bezoek geweest van Richard van Stichting Menora. En hij heeft ons ook verteld wat er allemaal gebeurt op dit gebied. En toen is binnen Rotary besloten om daar een speciaal project voor op te zetten. En dat is met name gebeurd met een golfdag.
En daar zijn diverse projecten omheen georganiseerd en zo is geld bij elkaar gebracht. Daklozen kunnen maar moeizaam hun leven weer op de rit krijgen omdat zij geen geld hebben om ergens te gaan wonen. En om een uitkering te kunnen aanvragen moet een dakloze eerst een woning hebben. Eigenlijk is het de schuld van de overheid in zijn algemeen, maar ook de plaatselijke overheid toch om dit soort initiatieven te krijgen. Ja, dat vind ik al naar om in die termen te gaan praten, schuld en zo. Feit is wel dat Nederland zo ingewikkeld georganiseerd is dat het heel moeilijk is voor mensen die dakloos zijn geworden om via een hele snelle route weer een start-up te kunnen maken. En als lokale overheid, als gemeente Apeldoorn, doen we echt ons best om mensen zo snel mogelijk te helpen. Maar bijvoorbeeld het betalen van de eerste maand huur kan een bottleneck zijn, waar zo'n fonds echt een hele goede rol in kan spelen en waar wij geen goede regels voor hebben op lokaal niveau. De nieuwe stichting Woonfonds Eigen Dak gaat met het bedrag van 17.000 euro de daklozen helpen om uit die impasse te komen. We gaan 1000 daklozen helpen die door omstandigheden geen dak meer boven het hoofd hebben, maar dat graag wel zouden willen hebben. Maar ze hebben geen uitkering. Om een uitkering te hebben heb je een adres nodig. Mensen moeten daarvoor bijvoorbeeld een eerste paar maanden huur betalen of een borgsom. Wij helpen hun met een renteloze lening om eerst even de boel op orde te krijgen, om een huurwoning te betrekken, zodat ze die uitkering kunnen aanvragen en de lening aan ons weer kunnen terugbetalen. Ja, en dat gaat lukken, iemand met een uitkering? Iedereen in Nederland heeft recht op een uitkering onder bepaalde condities. Hè. Een van die condities is inderdaad het hebben van een adres. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen tussen zitten waar die niet in staat zullen zijn om terug te betalen. Maar we gaan ervan uit, en daar zullen we mensen ook op toetsen, dat het merendeel keurig de lening binnen 2 jaar gaat terugbetalen. Wordt er een onderscheid gemaakt tussen daklozen en daklozen? Er wordt een bepaalde criteria hebben we laten van toepassingen zijn. Die zijn? Denk bijvoorbeeld woonachtig in de gemeente Apeldoorn. Maar we kijken ook naar de verslavingsproblematiek. Mocht die dusdanig aanwezig zijn, dan gaat een zorgverlenende instantie al bij de intake bij ons aangeven dat het beter is dat we die persoon geen lening verstrekken. Dus we kijken inderdaad ook naar de individu op zich. Wat vind je van dit initiatief? Ja, ik ben er heel blij mee en ook heel trots op. Dat is nou weer typisch Apeldoorn, dat mensen uit de samenleving, in dit geval een Rotary, die nemen het initiatief om een kwetsbare doelgroep te helpen. Fantastisch. Het aantal daklozen groeit de laatste maanden explosief. Toch weet de gemeente Apeldoorn veelal te voorkomen dat zij buiten moeten slapen. Apeldoorn is gewoon echt een grote gemeente. En de laatste meting gaf aan dat wij 350 dak- en thuislozen hebben. Let wel, zoveel mensen slapen er niet op straat. Maar zoveel mensen staan geregistreerd onder die noemer. En die vangen wij op in allerlei voorzieningen. Zoals omnizorg bij het Leger des Heils, bij het Hogeland. En de mensen slapen hier niet massaal op straat. Het gebeurt af en toe. Dat proberen we echt te voorkomen. Maar feit is wel dat we zoveel mensen hebben die geen goede voorzieningen hebben om zelf een huis te organiseren. Landelijk groeit dat enorm, hè? Heb ik begrepen. Hoe groot is dat hier? Hoe groot is die groei hier? Nou, de groei die is heel moeilijk meetbaar op dit moment. Wij ook in Apeldoorn zien we wel dat bijvoorbeeld mensen die uit een psychiatrische inrichting zijn ontslagen, dat die het moeilijk vinden om te aarden in de samenleving en bijvoorbeeld in de bos gaan wonen. Daar heeft van de zomer ook een artikel over in de Stentor gestaan. En dat zien wij dus hier ook. Dus ook in die zin, die grootstedelijke problematiek zien we ook hier. En om hoeveel individuen het gaat, weet ik niet. We hebben heel veel contact met mensen die zeg maar in het veld met dak- en thuislozen te maken hebben, waar die mee geconfronteerd worden. En die melden mij dat er 10, 15 mensen heel moeilijk onder te brengen zijn ergens. U noemde net artikel 5, wat houdt dat in? Ik heb gezegd dat Apeldoorn, de mensen in onze sociale teams en zo, die werken met artikel 5. En dat is niet gekoppeld aan de wet, maar dat is dingen door de vingers zien en boerenverstand oplossingen verzinnen met elkaar. Dus kijken van hoe kunnen we het snelste mensen helpen. En dat we daarbij af en toe niet helemaal naar elke letter en komma en punt van de wet handelen, dat is dan pech gehad. Hoewel de stichting Woonfonds Eigen Dak geld leent en niet weggeeft, kan het geld ook opraken. Nou, het is eigenlijk bedoeld als een revolverend fonds. Heel mooi woord. En dat betekent dat het geld terugkomt. Dus er wordt geld uitgeleend aan daklozen en zij moeten het ook weer terug gaan betalen. Dus in de ideale situatie is het geld niet op.
Dat is zeg maar de ideale situatie. Dus daar gaan we ook voorlopig vanuit. Daar gaat u vanuit. Ja, daar gaan we wel vanuit. Maar wij snappen ook dat deze doelgroep misschien wat moeite heeft met betalen. En dat er soms het einde van de pot in zicht zou kunnen zijn. En we kunnen natuurlijk met dit bedrag niet honderden mensen helpen. Dus wij gaan zeker fondsen werven om het bedrag hoger te laten zijn in de stichting. Maar dat laten we nu aan het bestuur. Hè. Zoals ik net ook al vertelde. Eigenlijk geven we als Rotary nu gewoon het roer over aan het... aan het bestuur van de stichting. En wij gaan er nu tussenuit. Als het fonds een succes wordt, dan zullen er veel kredieten worden verstrekt. Die worden terugbetaald, maar niet allemaal tegelijkertijd terugbetaald. Dus dan zullen we weer nieuwe fondsen moeten vergaren. En dan zullen wij binnen de gemeente Apeldoorn diverse fundraising acties gaan organiseren. In een speciale hoorzitting werd gisteravond in de raadzaal tekst en uitleg gegeven over het aangepaste bestemmingsplan van attractiepark Julianatoren. Dit was nodig omdat de buurtbewoners meerdere malen hadden geklaagd over de manier waarop de Julianatoren omgaat met haar grondgebied. Zo kwam er een circustent op het terrein en later op de parkeerplaats te staan om daar een theatershow in te houden. Maar ook het picknickbos zou niet volgens het boekje worden ingericht. Het college van burgemeester en wethouders is daarom met een wijziging van het bestemmingsplan gekomen. Wat is in dit bestemmingsplan anders dan wat in het oude bestemmingsplan was? Als je het ontwerpbestemmingsplan bedoelt uit 2014, dan hebben we in dit bestemmingsplan onder andere de parkeerplaats naast de ingang voorzien van een parkeerbestemming. Daar waar het eerst een pretparkbestemming had waar parkeren kon plaatsvinden. Vervolgens is Picknickbos is wel degelijk de pretparkbestemming gebleven, maar zijn de bouwregels strenger geworden. Dus we hebben van 15 meter bouwhoogte zijn we teruggegaan naar 8 meter. Er is ook een limiet gesteld aan de oppervlakteverharding. Dus ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn we wel wat strenger geworden. Is althans het voorstel van het college aan de raad. Betekent dat er met dit bestemmingsplan geen mogelijkheden meer zijn voor uitbreiding van de Koning Julianatoren? Dit bestemmingsplan regelt het hart van het park, parkeerterrein daarnaast, parkeerterrein aan de J.C. Wilstraat laan, wat ook van de Koningin Julianatoren is. En tot slot het picknickbos. Picknickbos wordt dus wel als uitbreiding qua bestemming gezien, maar dat is ook het enige. Dus de overige discussies die lopen rondom de Koningin Julianatoren worden niet in dit bestemmingsplan geregeld. Met dit bestemmingsplan betekent dat ook dat het verplaatsen van de Julianatoren van de baan is? Nee, dit bestemmingsplan regelt de huidige situatie en het is aan de gemeenteraad om dadelijk in de visievorming rondom de hele westrand van Apeldoorn keuzes te maken. En dat kan zijn van inderdaad volledig uitplaatsen tot volledige uitbreiding op de huidige locatie en alles wat ertussenin zit. Het zijn in totaal 4 scenario's waarover nog gesproken gaat worden. Fractievoorzitter van lokaal Apeldoorn, Wim Willemsen, zat ook in de zaal. Hij ziet het attractiepark het liefst verkassen naar een andere plek in Apeldoorn. Wat vind je van het bestemmingsplan zoals het net gepresenteerd is door de gemeenten? Nou, ik denk dat het goed is dat er nu een bestemmingsplan ligt. Dat het reverserend is dat we ook weten van dit dichter. En dat we gewoon duidelijkheid hebben. Dan is zowel voor de omwonenden als ook voor de Julianatoren hier ons aan te houden met z'n allen. Jullie partij wil graag een verplaatsing van de Julianatoren. Is dat nou van jullie ook definitief van de baan? Nee, natuurlijk is dat niet van de baan, want de Julianatoren heeft niet voor niks ook een kantoorpand gekocht. Die ziet ook uitbreidingskansen voor de toekomst en dat is niet de enige reden. We zien verkeersdruk, we zien parkeerdruk, we zien dat de uitbreidingsplannen van de Julianatoren er liggen. En wij vinden nog steeds dat dat op een grondige wijze onderzocht moet worden waar daar de kansen liggen. En dat zullen we ook zeker doorzetten, ook naar de beantwoording van de vragen door het college. Donderdag 24 maart buigt de gemeenteraad over de aangepaste bestemmingsplan voor de Julianatoren. Tijdens de politieke markt is er gelegenheid om in te spreken. Wel even van tevoren alsjeblieft aanmelden bij de Griffie is altijd fijn. Daarna gaat de gemeenteraad besluiten of zij daadwerkelijk dit bestemmingsplan willen vaststellen in zijn huidige hoedanigheid. Of dat wij nog wat extra huiswerk krijgen voordat ze het vaststellen. Stel dat ze het gaan vaststellen op 31 maart, is daarna 6 weken de tijd om beroep in te dienen bij de Raad van State. En die mensen dan niet eens zijn met de voorstellen. Vandaag was het de Nationale Boomfeestdag. In Loenen werden op het Ham Eindeveld door leerlingen van de basisschool Tweede Stee bomen geplant. Op dit stukje wouden wij 1600 bomen planten, 1500 inlandse eiken en 100 hazelaars, dus struiken. Ja. En ja, wanneer zijn die bomen een beetje tot groei gekomen? Nou ja, over 10 jaar dan zijn ze een meter of 3-4 en over 20 jaar dan kunnen we er ruim onder doorlopen. Ja. Nu worden die bomen geplant door kinderen. Welke categorie kinderen zijn het eigenlijk?
Dit is groep 6-7 van de tweede steen uit Loenen, van de openbare school. Het is, die zijn een jaar of 10. Ja. Waarom wordt nou zo'n boomfeestdag niet in het najaar gehouden? Want dat is in feite toch de beste tijd om aanplant te verrichten? Ligt een beetje aan welke soort je plant. Als je naald ook plant, kan je beter in het voorjaar planten. Anders drogen ze uit in de winter. En nu is ook nog een goede tijd. Ja. De kinderen van de basisschool Tweede Stee waren hard aan het werk gegaan. Maar ze doen het prima, prima. Ja, ja, we zijn ook erg blij dat er weer een bos hier ingeplant wordt. En van vroeger uit was dit ook eigenlijk aan de buitenkant van de bosgebieden. Hadden ze allemaal loofhout in verband met bosbrandgevaar. Okay. Daarom hebben we er ook hier weer loofhout in geplant. Dus. Hoe vind je dat? Leuk. En waarom doen jullie dat? Voor de tweede steef, ook voor de natuur. Om meer bomen. Hoe meer bomen? Hoe meer zuurstof. Hoe meer zuurstof, heel goed. Ja. En welke bomen ga je planten, weet je dat zo niet? Welke soort bomen zijn dat? Dat weet ik zo niet. Weet jij dat? Nee, eiken. Ja, eiken. Eiken en beukennoten. Helemaal goed. Waarom plant je nou zo'n boom, weet je dan? Dan komen er meer bomen en meer zuurstof. Meer zuurstof, heel goed. De Nationale Boomfeestdag is bedoeld om jongeren bewust te maken over het nut van de bomen en de beplanting. De Boomfeestdag bestaat intussen al bijna 100 jaar. 4 jaar lang stond de Apenheul al in de top 3, maar dit jaar is de Apenheul gekozen als leukste uitje van Nederland. Jaarlijks kunnen ANWB-leden kiezen welke attractie- en dierenparken van Nederland het leukste zijn. Directeur Koen de Ruiter van de Apenheul is niet alleen blij, maar ook zeker trots op het behalen van de eerste prijs. Of zoals hij zelf zei, apentrots. Woensdagmiddag werd in het winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn een grote Turkse supermarkt geopend. Voorafgaande aan de opening was er een gebed. De opening werd verricht door onder andere wethouder Mark Sandman en door de eigenaar van de supermarkt, Arap Errol. De Turkse supermarkt vult een aantal winkelpanden die al geruime tijd in het winkelcentrum leeg stonden. En daarmee heeft Apeldoorn de grootste Turkse supermarkt van Nederland en telt in oppervlakte ruim 2000 vierkante meter. Man, u hebt net de grootste Nederlandse supermarkt geopend. Hoe vindt u dat? Ja, fantastisch. Trots als wethouder economische zaken hier in Apeldoorn. Dat we zo'n echte Apeldoornse ondernemer als meneer Errol hebben die deze fantastische supermarkt voor hier op Zuid opent. In tegenstelling tot de meeste andere supermarkten worden de versproducten dagelijks aangeleverd of zelf gemaakt. Bijna veilig dat elke week dat ze 3 keer, 4 keer in de vers komen. Altijd. En vlees elke week, bijna elke dag in de vers komen. En de olijven en de tapenade, ik heb zelf maken altijd. Gewoon de brood, elke dag verse brood maken. Eigen bakkerij hebben wij. En ook een eigen slagerij? Eigen slagerij, eigen bakkerij. De Turkse supermarkt verovert steeds meer Nederlandse consumenten. Komt u wel vaker Turkse artikelen? Ja. Dus wat dat betreft is het prettig dat nu zo'n grote winkel hier is? Nou, we gingen altijd naar de kleine winkel, maar goede producten. En komt u wel vaker Turkse artikelen? Eigenlijk wel vaker bijna dan Nederlands. Ik vind het veel lekkerder, ja. Toch ja. Wel. En ja. Wat betreft prijs, zit daar veel verschil in? Iets goedkoper is het. Ik weet niet of het hier net zo goedkoper is, maar ik ga altijd bij de kleine Turkse winkeltje en daar was het iets goedkoper. Ja. En voelt toch verser dan bij de grote supermarkten. En waar gaat u nog meer kopen dan dat? Ik dacht eigenlijk aan kip, maar het is wel heel druk, dus ik, ik weet het niet. En ik was ook wel vooral even nieuwsgierig, gewoon hoe groot en wat er allemaal hier te krijgen is. Het is wel een aanwinst hier voor Apeldoorn. Ik denk het wel. Ja, ik hoor overal, maar dat zoemt het hele plein over hier. Dat het de grootste supermarkt is, Turkse supermarkt van Nederland. Dus dat is voor een klein dingetje Apeldoorn wel super cool natuurlijk. De opening van de grootste Turkse supermarkt van Nederland trok een groot aantal bezoekers. Op vrijdag 6 mei tijdens de start van de Giro d'Italia gaan Tim Kolderhof Producties en Orpheus samen een Giro Festival organiseren. Theater Orpheus staat pal naast de route van de Giro d'Italia. Wat zijn jullie plannen tijdens de Giro?
Nou, we hebben ze op twee takken gericht, de zakelijke markt en het festival. Voor de zakelijke markt hebben wij de fitboxen die wij aanbieden met een compleet arrangement. En hier op het buitenterrein gaan we een heel festival neerzetten in samenwerking met Tim Koldenhoff. We zitten aan de parcours, dus daar kunnen mensen lekker kijken. We hebben een groot ledscherm om ook gewoon de live mee te kijken, eigenlijk al vanaf de start. We hebben hier 10 food trucks staan, allerlei soorten eten, wel een beetje gericht op Italië. En daarnaast hebben we een hele grote fonteinbar in het midden, zit een grote fontein bovenop. En waar je wel lekker onder kan zitten, omheen kan zitten. We hebben een podium met een programma, bandjes. Eigenlijk willen we zorgen dat iedereen hier de hele dag wat te doen heeft. Theater- en congrescentrum Orpheus pakt samen met Tim Koldenhoff producties voor de wielrenliefhebber flink uit. En dat festival, waar bestaat dat allemaal uit? Dat bestaat uit entertainment, uit foodtrucks, uit een hele mooie bar die er staat. En een hele entourage eromheen, vast aan het parcours. En voor wie is het? Voor alle Apeldoorners, alle mensen die hier deze kant op komen. We zitten natuurlijk net naast de finish, dus we verwachten een enorme drukte. En het is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen, is er wat te doen. En dat is alleen op de vrijdag? Dat is alleen op de vrijdag, ja. En dat is voor heel Apeldoorn toegankelijk. En we hopen uiteraard op mooi weer, maar wij starten om 10 uur. En we zijn van plan om tot 10 uur door te gaan. Aangeraden wordt om met de fiets of lopend naar het Giro Festival in en rond Orpheus te komen. De roze gekte na aanloop van de Giro d'Italia begint langzaam maar zeker in Apeldoorn op gang te komen. Zelfs bomen moeten hun veelal bruine en groene kleur even verruilen voor het oprukkende roze. Donderdagmiddag werden alvast 2 bomen in het roze gehesen. Hoeveel van deze bomen moeten worden ingepakt? Het doel, onze ambitie is ooit 150 bomen. En momenteel hebben we er 40 die we kunnen gaan inpakken. Ja. Het initiatief komt van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de Veluwse vlaggenindustrie. Wij hebben een samenwerking hier in Apeldoorn met de jongens van de Wielerhub. Het zijn eigenlijk allemaal jonge, enthousiaste ondernemers in sport, marketing, evenementorganisatie. En zij helpen ons eigenlijk onze doelstellingen te bereiken. Met een klein beetje geld en een beetje hulp van ons hebben zij eigenlijk dit helemaal opgepakt om samen met sponsoren en hun netwerk de taak op zich te nemen om voor heel Apeldoorn het feest te maken. Wielerhub Chasse Patat, dat is een wielerhub waar inwoners en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten voor de Giro d'Italia. En om leuke dingen te doen, een kopje koffie te doen, te breien, eigenlijk alles wat met de Giro te maken heeft, wat het ademt, kan eigenlijk in de wielerhub. Wilt u zelf een roze boom in de tuin hebben? Nou, dat kan. Elke inwoner of een bedrijf een boom kan adopteren. En daar kunnen we hopelijk naar 150 bomen toe. En waar moeten die bomen komen? In principe mogen je dat zelf bepalen. We hebben alleen een kleine maar. Ze mogen niet om historische bomen. Ze kunnen met een vraag bij ons, mogen die boom? En dan kunnen wij aanvragen of dat daadwerkelijk ook mag. De roze trui om de boom is veilig volgens de organisatie. Is het slecht voor de bomen? Nee, we hebben echt de speciale stof laten gekeken of dat echt kan. Het is duurzaam, dus het is niet rottend voor de bomen. Dus de bomen gaan niet van schimmelen. Het is brandwerend, dus als ze het in de fik proberen te steken, dan lukt dat gewoon niet. En het is luchtdoorlatend. Dus eigenlijk in alle aspecten is eigenlijk gedacht om de bomen zo duurzaam leven, of in ieder geval zo goed mogelijk leven, ook tijdens deze periode te kunnen bieden. De Rotary Club Apeldoorn het Loo en het waterschap Vallei en Veluwe organiseerden vandaag voor het 7e jaar op rij Wandelen voor Water. Daaraan deden enkele honderden leerlingen van de basisscholen uit Apeldoorn mee. Wethouder Nathan Stukken verrichtte op het Marktplein het startsein, waarna de kinderen met 6 liter water op hun rug een route van 6 kilometer door de binnenstad van Apeldoorn liepen. De Rotary Club Apeldoorn het Loo is initiatiefnemer van deze sponsorloop. We werken voor Wandelen voor Water omdat we willen zorgen voor water, schoon water, schoon drinkwater in Afrika, Malawi. En we willen iets doen aan de sanitatiesituatie daar. Zeg maar de toiletten die daar helemaal niet goed geregeld zijn. En waarom alleen Malawi? Is het al 7 keer voor Malawi? Of? Nee, het is nu de 4e keer voor Malawi. We hebben ook Indonesië al een keer gehad. Maar het zijn projecten die worden uitgezocht door Aqua for All.
Dat is een landelijke organisatie die zeg maar, ervoor zorgt dat er projecten zijn, dat er ook goede mensen zijn in de betreffende landen waar het nodig is, die die projecten ook kunnen uitvoeren. Zit er ook een heel lespakket aan vast voor de, voor de scholen? Of? Ja, 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 ja. Wij geven vanuit onze Rotary Club geven wij les op de scholen. Dat is samen met het waterschap, Vallei en Veluwe, geven wij een uur les. En dan vertellen we de kinderen over de situatie van het water, het schone water, het vuile water hier in Nederland. Hoe wij er hier in Nederland mee omgaan. Maar we vertellen ze natuurlijk ook hoe dat dan in Malawi is. Dan zien ze de verschillen. Dat levert er wat bewustzijn op natuurlijk. En ja, daarmee laten we ze dus zien hoe het werkt. En dan krijgen ze ook een idee over waar het voor is. Pompen, filters, cursussen daarginter. En kijk, de kinderen komen eraan. Dat is leuk. Dan hebben ze een goed idee over hoe dat werkt. Halverwege de route mochten de kinderen in het Oranjepark even op adem komen. Zij kregen daar iets te eten en te drinken aangeboden. Jullie lopen vandaag voor water. Waarom is het zo belangrijk? Nou ja, we hebben het al met elkaar over gehad. Dat het zo is dat er zijn heel veel mensen in andere landen, in arme landen, die gewoon moeten lopen voor water. Heel ver, met heel veel op hun hoofd bijvoorbeeld. En nou, wij hebben eigenlijk niks te klagen. Dus vandaag is het even over nadenken van ja, wat zo belangrijk is aan het feit van, zij hebben het niet zo goed als wij. En ja. Daarom is het besef van, hé, wij moeten daar met elkaar op letten en voor lopen. En we hebben er heel veel geld voor ingezameld. Dus. Door middel van? Nou, door middel van sponsoring zoeken voor het feit dat wij hier lopen met zoveel liter water op onze rug. En dat gaat naar de Rotary. Dus ja. Wat hebben jullie er op school voor gedaan? Nou ja, misschien kunnen de kinderen dat beter beantwoorden. Want wat hebben wij er op school voor gedaan, Amelie? We hebben geld ingezameld voor de kinderen. En dan zijn we dus langs de deur gegaan om te vragen of ze ons willen sponsoren. Ja, en we hebben het ook eigenlijk in ons thema gedaan. Want we hadden gelijk lekker in je vel als thema genomen. En de kinderen hebben ook heel veel geleerd over hoe ons lichaam werkt. En hoe belangrijk water is eigenlijk voor het lichaam. En daar hebben we ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dat is eigenlijk een beetje, we hebben gelijk een thema gedaan. En vonden jullie het leuk? Ja! Ja, heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. Nou, mooi. Dankjewel. Absoluut. De sponsorloop Wandelen voor Water was dit jaar een succes. Het bracht namelijk ruim €25.000 op. Om de schaatssport dit seizoen nog voor een laatste keer goed op de kaart te zetten, nodigden de Deventer IJsclub, Sportief Oost-Nederland en Sportbedrijf Deventer alle basisscholen binnen de gemeente Deventer uit om tijdens de schaatspromotieweken met de leerlingen te komen schaatsen in de Schech. Begin dit seizoen kregen 4000 leerlingen deskundige begeleiding van trainers en docenten. En hiermee hopen zij de leerlingen enthousiaster te maken voor de schaatssport. De schaatsen lopen een beetje achteruit als het ware. En het schoolschaatsen was eerder ook, maar nu niet meer. En we proberen het toch weer een beetje erin te krijgen. Om de jeugd toch weer te leren schaatsen. Ja, sommige kinderen die hebben heel veel moeite mee, maar sommige die ook onbevangen één keer wegrijden. Waar je denkt van ja, misschien is dat wel een nieuw talentje uit Deventer of zo. En die we proberen toch weer op schaatsen te krijgen. We hebben in het begin van het seizoen ook al een keer een les gedaan. Ik hoor heel positieve reacties. De kinderen lachen allemaal. De leraren zijn heel erg tevreden. Ze hebben gewoon heel veel plezier. Mijn vriendjes en vriendinnetjes over tijd is niks mooier dan dat. Door het succes en het enthousiasme van de leerlingen lijkt het de begeleiders leuk om dit volgend seizoen weer te kunnen organiseren. Waardoor er nog meer leerlingen enthousiast worden van de schaatssport. Het is grandioos, heel veel mensen, heel veel kinderen op het ijs. Ik hoop dat we het echt weer gaan doen, want het heeft wel nut. Kom gewoon schaatsen, het is een heel leuke sport. Wees niet bang, er zijn altijd mensen die je willen helpen op het ijs om te leren schaatsen. Want het is een hele leuke sport om te doen.
Jongeren belanden steeds vaker in het ziekenhuis door onverantwoord drinkgedrag. In 2015 werden 931 jongeren opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Dat zijn er 148 meer dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde. Bij 691 van de opgenomen minderjarigen was er sprake van alcoholvergiftiging door overmatig drankgebruik, oftewel coma-zuipen, ruim een kwart meer dan in 2014. Een duidelijke verklaring hiervoor is er niet. Als we het hebben over coma-zuipen is het allereerst goed om uit te leggen wat alcohol nou eigenlijk is, wat voor werking het heeft. Nou, alcohol is een verdovend middel. Het verdooft langzaam allerlei gebieden in je hersenen. En dat begint van voor naar achter. En aan het begin merk je dat dus doordat je losser wordt, weet ik veel wat allemaal. Dat komt vooral omdat die eerste voorste hersenen verdoofd raken en je daardoor gewoon minder remmingen hebt. Nou, gaat dat steeds verder het brein in, dan komt dat uiteindelijk op de hersenstam, ook wel het vitale centra genoemd. Daar wordt alles aangestuurd waar je niet over na hoeft te denken. Ja, als dat verdoofd raakt, dan gaat dus ook gewoon echt het licht uit en raak je in coma. Door overmatig alcoholgebruik kun je niet alleen in coma raken. Er zijn nog diverse andere schadelijke gevolgen. Het belangrijkste die we zien zijn gewoon ongelukken die onder invloed van alcohol gebeuren. Als je kijkt naar de ongevalcijfers en hoeveel alcohol daarbij in het spel betrokken is, dan is dat een groot percentage. Het is vaak dat ze in eerste instantie binnenkomen en dat we zien dat ze gevallen zijn of dat ze gevochten hebben. En dan wordt er gesignaleerd, en dat is dan met name op de spoed, dat er sprake ook is van alcoholgebruik. En dat wordt dan protocolair doorverwezen naar het medisch maatschappelijk werk. En we pakken dat dan op. We nemen contact op met de jongeren en met de ouders. En geven dan aan dat er nog een traject achteraan komt. En dat is dus het vervolg bij Tactus. Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Maar hoe komen deze jongeren dan toch aan alcohol? Ik sta hier bijna altijd zelf en ik heb wel jongeren in de winkel. En die enkeling die ik dan verdenk van onder de 18 zijn, nou die pikken we eruit en die controleren we. En dan zijn ze onder de 18, dan krijgen ze gewoon niks mee. Daar houden we ons gewoon aan. Heel simpel. Als ik die jongeren spreek, dan hebben ze daar hele creatieve oplossingen voor. Maar wat je met name ziet, is dat er gewoon fors wordt ingedronken voordat er naar een uitgaansgelegenheid gegaan wordt. Het is natuurlijk jammer dat het gebeurt, maar het is wel voorspelbaar. Als je zeker pubers van 16, 17 jaar een zeker experimenteergedrag ontzegt, gaan ze andere dingen doen. Waar we van schrikken is met name de toename van het gebruik van sterke drank. Er is natuurlijk een nieuwe wet gekomen 2 jaar geleden. En ja, eigenlijk zie je nog niet zo dat in de maatschappij gewoon is geworden dat er niet gedronken wordt onder de 18. Maar je moet gewoon terug, wat ik al zei, naar die oude regeling. 16 jaar, biertje, wijntje. 18 jaar gedestilleerd, dan ondervang je die experimenteerdrang bij pubers met middelen die nog beheersbaar zijn. Het is gewoon een heel serieus probleem dat jongeren drinken en zich niet goed realiseren wat de consequenties kunnen zijn. Dus in die zin vinden we het belangrijk dat daar goed aandacht voor is en dat die jongeren ook op de goede plek komen. En dan nog een tip van Marcel Elbers. Ja, drink met mate en maten. Ga nooit alleen drinken, want de grootste alcoholisten zijn degene die alleen drinken. Pas bij de stadsfeer. Ik wil meer en meer. Hoera, blik bier. You are beautiful. Lange rij afgelopen zaterdag voor het Burgerweeshuis. Want de kaartverkoop voor de twee Doema-concerten op 4 en 5 juni ging omstipt 12 uur van start. Maar de echte fans waren er al vroeg bij om zeker te zijn van een kaartje. We waren hier ongeveer iets voor 6. De eerste, de laatste medewerker hier van het Burgerweeshuis ging net de deur uit. Ik ben hier vanaf 6:15 ongeveer. Dus dat valt nog mee, maar ik was wel een van de eerste. 8 uur zo'n beetje, 7:45? Ja, zoiets. 10:30 waren we hier zo'n beetje.
op zich hadden we hadden zoiets van, we gaan het gewoon proberen, kijken of het nu nog lukt. Hey, hey, er is geen bal op de tv, alleen een film met Doris Day. Die Hard. Ja? Doe maar fans, al vanaf het begin. Maar voor jongens was dat toch een beetje nadan? Of, Nou ja, het begint dan met de playbackshow in de zesde klas, lagere school. En ben je fan van het eerste uur? Ja, ik denk het wel. Kijk, als kind heb ik het meegemaakt, niet als tiener, weet je. Ik was net iets te jong, maar ja, ik heb het wel gebruikt bij de opvoeding van mijn kinderen. Die hebben echt wel, die kennen alle liedjes wel, hoor, van Doe Maar. Als Marco staat te blerren. Doe Maar, fan. Zeker, zeker. Al een heel tijdje, hè? Ja? Ja, leuke muziek, heel leuke muziek. Reggae muziek, hè? Ja, is de muziek van mijn moeder, is eigenlijk mee opgegroeid allebei, dus altijd leuk blijven vinden. Altijd. Ja, ja, ja. Was het verplicht nummertje, Doe Maar? Nee, we vonden allebei heel leuk, ja. Steeds. Dus nee, geen verplicht, maar wel... Niet erin geforceerd, nee. Wel leuk, ja. En jullie moeder is hier dan niet? Nee. Ja, die betaalt kaartjes. Eerste concert was Doe Maar, denk ik, waar ik naartoe ging vroeger. Ja. Ja. Hoe oud was je toen? 13, zoiets. Ja, denk ik. Iets ouder. Dat was in de Hooiberg in Os. Daarna ook nog concerten geweest? Ja, daarna ook nog concerten geweest. Maar ja, zo heel vaak ook niet, want ja, je bent al te jong om zelf te gaan. Dus je bent afhankelijk van je ouders die je brengen overal naartoe. Maar, en zeker naar de afscheidsconcert geweest en fanclubdagen en al die dingen. En het lange wachten werd uiteindelijk beloond, want de kaartjes voor Doe Maar zijn bemachtigd. Diverse panden aan de Handelskade in Deventer zijn sinds kort in handen van Explorius vastgoedontwikkeling in Rijssen. Het betreft de panden aan de Handelskade 1 tot en met 13. Vier bouwblokken vanaf Chinees restaurant Sun Moon tot het pand waarin Tau zit. Tau was huurder van de panden, maar heeft zich teruggetrokken in het eigen pand aan de Handelskade 37. Directeur Alfred Tibbe geeft aan dat samen met de gemeente naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling wordt gekeken. Opties zijn bijvoorbeeld wonen, onderwijs en kantoorruimte. De curatoren van V&D denken erover om volgende week een laatste uitverkoop van de voorraad te houden. De zegsman bevestigde dat een brief is gestuurd aan een deel van de leveranciers, waarin wordt gesproken om winkels mogelijk vanaf 23 maart voor een laatste liquidatieverkoop gefaseerd enkele weken open te stellen voor klanten. Hij benadrukte wel dat dit nog niet zeker is. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld leveranciers en verhuurders en is er personeel nodig. De gemeente gaat de verkeerssituatie op en om de Snippelingsdijk aanpakken. Er komt een extra rijstrook richting centrum, waardoor er een betere doorstroming van het verkeer ontstaat. Als straks ook de hoofdroute van de A1 over het Hanzetracé gaat, neemt namelijk de drukte toe. Ook de fietsoversteek bij Saxion zal worden verbeterd. De werkzaamheden aan de Snippelingsdijk worden uitgevoerd in mei en juni van dit jaar. De kosten van de aanpassingen bedragen €214.000. De provincie Overijssel draagt daar ruim €100.000 aan bij. Deventer-fotograaf Pieter Leeflang exposeert de gehele maand maart in de Deventer Schouwburg zijn foto's van de nieuwbouw van het nieuwe stadhuis. De meeste beelden zijn niet direct herkenbaar en ook niet meer terug te vinden in het voltooide gebouw. Deze foto's zijn een kleine selectie uit de vele foto's die ik de afgelopen 3 jaar heb gemaakt. Van zowel de sloop van het oude en de bouw van ons nieuwe stadskantoor, aldus Leeflang. De expositie is onderdeel van de doorlopende foto-expositie van de projectgroep Deventer Fotografen. De paddentrek is nog niet gaande omdat het te koud is.
Pas als het overdag minimaal 9 graden is en in de avond minimaal 6 graden, gaan kikkers en padden weer op trek. We zitten er net tegenaan, dus nu is het gewoon afwachten. Want tot nu toe hebben we maar 2 kikkers in de emmer gehad. Aldus Petra van der Molen, woordvoerder van de amfibiënwerkgroep IVN. De jaarlijkse compostdag valt dit jaar op zaterdag 19 maart. De inwoners van de gemeente Deventer kunnen op die dag op 5 locaties binnen de gemeente gratis GFT compost ophalen. Met een maximum aantal van 5 zakken per huishouden. Dit kan tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags op vertoon van een adresgebonden milieupas. De compostdag wordt door Circulus Berkel en de gemeente Deventer verzorgd. Mijn naam is Sjoukje Bouwman en ik ben winkelier van de Amarant, vrij aan het eind van de Nieuwe Straat. En ja, bijna alle winkeliers van de straat zijn wel lid van de ondernemersvereniging, Nieuwe Ondernemersvereniging Deventer. En ook nog een paar aan de Gibsonstraat en nog eentje aan de Stroommarkt. Al deze winkeliers kampen sinds de crisis met teruglopende bezoekersaantallen. De nieuwe ondernemersvereniging heeft een brief aan de gemeente geschreven om dit probleem voor te leggen. De aanleiding is eigenlijk dat we vinden dat het niet zo goed gaat in de binnenstad. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende winkels die inmiddels omgevallen zijn, vooral grootwinkelbedrijven. En eigenlijk hebben wij wel een leuke straat, maar ook in onze straat staan natuurlijk de nodige winkels leeg. En daarmee wordt zo'n straat toch minder aantrekkelijk dan wanneer een straat echt alle pandjes gevuld heeft met leuke winkels. Wat kan de gemeente doen om de ondernemers een handje te helpen? De gemeente kan vooral faciliteren. En dat betekent bijvoorbeeld dat ze toch nog eens kritisch kijken naar de parkeertarieven. Bijvoorbeeld meer groen in de stad. Dat heeft ook nog het voordeel dat je met meer groen heb je een betere afvoer van je water bijvoorbeeld. Maar het ziet er gewoon zoveel vriendelijker uit als er in de stad groen is. Ze kunnen zorgen voor goede fietsenstallingen in de stad. Maar ze kunnen er ook voor zorgen, denk ik, dat de stad gewoon mooi wordt. En dat betekent bijvoorbeeld dat graffiti van muren wordt gehaald. Spreek pandeigenaren die hun pand laten verloederen of verrommelen. Spreek die daar eens op aan en vraag of ze daar toch niet iets aan willen doen. Een andere reden dat er zoveel leegstand in de binnenstad is, zijn de hoge huurprijzen. Die vormen vaak een drempel voor startende ondernemers om een zaak te openen. De vereniging vindt dat Deventer het Amsterdam van het Oosten zou moeten worden. Er zou dus best een nieuwe trekpleister in de stad mogen komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een museum. De vereniging hoopt dat de gemeente wil werken aan een aantrekkelijke binnenstad. We hebben al van 3 verschillende politieke partijen een reactie gekregen op de mail die ik heb gestuurd. En daarvoor worden we uitgenodigd voor een gesprek. En ik denk van nou, dat is een mooi begin. En dat is denk ik de kracht ook van Deventer. Het is een prachtige stad en die moeten we niet laten verloederen. Maar die moeten we gewoon alsmaar mooier maken. Want hoe mooier de stad, hoe meer mensen we naar die stad gaan trekken. Deventer Radio en Televisie gaat samen met RTV Apeldoorn, RTV Voorst, BFM en RTV Veluwezoom van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart een live radioprogramma uitzenden. In de ochtenduren van 7 tot 9 worden luisteraars op de hoogte gebracht van het actuele nieuws uit de Stedendriehoek. Als de uitzending succesvol verloopt, kan dit een eerste stap betekenen richting meer samenwerking tussen de omroepen onderling, zegt Jeroen Telen, bestuursvoorzitter van DRTV. Morgen is het vrijwel bewolkt met kans op wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 9 graden. In de avond en nacht wordt het droog en klaart het iets op. Het kwik daalt dan naar een graad of 3. Dinsdag en woensdag is het droog met een beetje zon. De temperaturen liggen dan rond de 8 graden.